jou wel weer af, Kitty. Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk doen nu. Ik ga filmen nu. Normaal maak ik ook foto's, maar ik vind het ook leuk om te filmen nu dit. Oh, die stomme cameraman die niet zo tegen de spelers erop, omdat hij niet goed uitkijkt. Gekke kerel toch? Zitten, kerel. De hele tijd het spelletje spelen, blijf je spelen. Ja, dat wil ik net zeggen. Ga dan met je hoofd ervoor net. Dat is goed, laatst hoor je haar gewoon praten. Spitsen. Lekker, hè? Goed, hè? Ja, hoop ik ook. Voor jou ook, voor iedereen. Ja, ook voor de speelsters. Die spelers willen ook voor ons laten zien dat ze niet alleen daar 6-0 kunnen winnen, maar hier ook goede wedstrijd neer kunnen zetten op de mat. Ja, dat willen ze hier ook laten zien. Nou, echt tevreden. Ja, Kitty, dat hou je toch de hele seizoen, denk ik. Gaat het niet veranderen, denk ik, dit. Ze zitten op de bank, die verdedigers die we hebben. Ja, maar ik vind het wel erg goed van haar. Ze zijn ontwikkeld, zo snel.
Ze is heel snel van die. Ik zei het toch al, dat ik er een jong had gezien, ja, dat ik er gewoon hartstikke goed vond. Heel kort, maar een jong. Ze heeft nu zo lang een jong gespeeld. Ze is heel snel naar de eerste gegaan. Als je goed bent, dan gaat het snel. Het elftal wat er nu staat, speelt nog niet zo goed. Ik zie nou niet zo snel mensen doorstromen nog. Bij Jong is natuurlijk ook min of meer weer een nieuw team. Want er zijn ook een heleboel doorgestroomd en weer gegaan. En dan moet je toch weer... En Liv Rademaker, voormalig van AS Eiburg, die zit daar nu in, hè? Officieel. Ja. Zo jammer, hè? Na zo'n mooie afstand heb je dan de bal niet bij je mee. Het laatste setje nog. Doe je alles goed? Oké, Lui, de Sanders. Ja. Nou, kom op, zes. Dus die krent. Te hard, de bal is te hard, Quinty. Ja, is ook niet goed. Paas is gewoon helemaal niet goed. Nee, maar is hij de laatste tijd wel goed, hè? Nee. Nee, dat bedoel ik. Quinty is toch niet zo goed de laatste tijd? Ik weet het niet.
Die hebben er met Quinty, maar die speelt niet goed. Zonder geworden. Jammer, hè? Die bal. Het was een mooie bal gegeven zo. Maar er stond toch een verdediger tussen. Het was een beetje mazzel. Ja, de verdediger stond er nog tussen daar voor hun. Als die er niet stond, dan had hij een doelpunt geweest, denk ik. Als. Ja, als. Het bal van de voren beter, Kitty. Zijn ook meestal geen doelpunten meer tegenwoordig. Nee, anders was twee corners een doelpunt, hè? Corner, bal en doelpunt, maar tegenwoordig ook niet meer. Ze zijn zo slecht ingeschoten tegenwoordig. Ik heb er eentje hier bij Ajax-vrouwen gehad, die vanmiddag, die kwam vanaf de corner, de bal zo het doel inschieten. Had ze gedaan toen, één keer. Je moet een beetje geluk hebben, hè? Ja, had ze echt mazzel mee, dat die zo het doel inging, dat had niemand verwacht. Voor hun is alles weg is weg. Ja, logisch. Hun rammen alles. Maar als hun maar, als het deze wedstrijd op 0-0 eindigt voor hun, al niet te doen wat tegenkrijgen, voor hun alles meegenomen. Hun zullen niet weer op een zo hoge nederlaag komen. Veelover is veel verder dan de Leugde. Dat is ook een andere positie. Ja. Maar nu die zwaar geblesseerde van Arsenal terugkomen, is er minder kans voor Victoria. Ja, die gaat ook invallen steeds. De basis niet meer, invallen. Ja, helaas. Oké, Jess.
Tini, kom aan. Tini moet de voorzet. Er wordt weggekapt. Ze zijn weer kwijt. Lekker. Kom aan, Ajax. Hoog tempo blijven houden. Kunnen we niet volhouden. Komt er zelf wel een kans. Maar onze prater is er niet. Hij is er niet. Lekker rustig. Ja, zo'n Ajax supporter is het dus. Die elke wedstrijd komt hij niet. Als ik kan, ga ik naar alle wedstrijden als ik kan. Ja, daar gaan we toch voor. Daar zijn we supporter voor, toch? Ja. Ja, dat doe ik ook altijd. Daarvoor ben ik toch. Ik ga altijd nog wat gebeuren. Ik ga pas weg binnen die schijf afluit. Ja, dat is het afgelopen pas. Ja, dat zeg ik altijd. En in blessure tijd nog alles gebeuren. Zie je maar bij die wedstrijd van Arsenal. Ja, in 12 minuten tijd maken ze de winst nog. Pakken ze het nog. Als ze bij 90 afgefloten had, dan was het verlies. Dat is tegenwoordig zo met die 5 wissels. Er komt zoveel blessure tijd bij. Ja. Iemand. Op de achter op de hak kreeg ze hem niet goed. Ik denk, ze kregen hem niet goed. Ze was eigenlijk al voorbij de plek waar de bal kwam. En nu is ze buiten spel. En nu maakt het ze wel uit toch dat hij niet zit. Maar als het eigenlijk maar. We hebben nu een maasje nog, maar als dit niet zo was geweest, had hij moeten zitten nu. Die mazzel heb je nu maar eenmaal. Had niemand verwacht eigenlijk, dat de 6-0 ging winnen daar, niemand. Dat het zo makkelijk ging daar. Die ploeg staat bovenaan in de jury, staat bovenaan in de competitie. Tot die wedstrijd van Ajax hadden ze niks verloren, maar toen hadden ze verloren een keer in de competitie en toen tegen Ajax ook verliezen. Zo kan het gaan, hè. Dit weekend hebben we weinig voetbal. Heb jij nog naar die meiden van Eiber, moet je daar nog naartoe? Hoe moet hij niet spelen dit weekend? Nee, ook Ajax niet. Niemand van de vrouwen. Ja, volgende week hebben ze het toernooi bij Zeeburg. Ja, de vrouwen moeten ook niet spelen, de amateurs. Dit weekend ook niet. Pas volgende week weer uit. Ja, die komt wel weer, Formule 1, dat weet ik wel. Max Verstappen. Ik heb genoeg nog te kijken. Genoeg sport op ja, tv. Ja, Max komt wel, Max. Nee, ik heb een rustig weekend. Ik ben nergens naartoe, ik heb niks. Benno moet ook niet spelen. Omdat dit is inhaalwedstrijden. Ze hebben zo, om de zoveel tijd hebben ze inhaalwedstrijden. En Benno heeft alles gespeeld, maar die heeft niets in te halen. Dan speelt hij niet. Ja. Maar Benno staat op de 9e plaats. Hij doet het heel slecht, doet hij het. Het is wel erg haardeloos.
dan op een gegeven moment heb je zoiets van, ik stop, ik neem de bal mee, ik geef hem af. Dat is waar ik al in echt gooien. Maar het is ook iets waar je als moeder aan kijkt. Dat is wel gewoon, dat moet je ook wel opvatten. Het zit gewoon in je. Maar ik heb echt niet zo. Ja, krijg je de slaap van. Ja. Slaapverwekkende wedstrijd, slaap krijg je ervan. Maar dat door die kou, hoor. Maar dat door de kou, dat werkt ook niet mee. We zijn het niet gewend met de kou. Je speelt wel goed, hè? Je speelt erg goed, vind ik. Het is een aanwinst voor Ajax dit, echt waar. En dat is zo jong nog, en dat is zo goed al, erg. Ja, die talent heb zij. Dat ze dat in Amerika zo hebben ontdekt, Ajax. Dat ze daar gescout hebben zo. Nee, want je wacht maar vanaf de derde klas is de laatste aankomst. Je wacht vanaf daar mag je en dat die bal zo naar dienen, dat is helemaal niet goed. Ja, dat was een beetje een losse vloer dan. Ja, dat moet niet zo. Maar een beetje zuiverer. Moeten we wat van maken nog? We willen wel een doelpunt zien nog vanavond. Naar voren spelen als er iets is om naar voren te spelen. Maar ik weet niet hoe wij houden. We willen wel een doelpunt zien nog. Ja, dat gaat die niet. Ja, maar dat is maar een jeugd. Dat vind je zo niet. De spitsen die bal zo. Oh, je lucht. Buitenspel, lucht. Hoe vaak stond je niet buitenspel de vorige keer toen we hier thuis zaten? Weet je dat nog, dat heel staren vaak zijn dat spel stond toen? Te veel. Gaat niet vanavond weer gebeuren, toch? Laten we hopen van niet. Nee. Deels hadden we wel knap gewonnen van AZ, hè? 1-0. AZ gaat niet zo goed. Deze rij, die rentree voor haar is niet zo goed gegaan nog bij AZ. Nee. Niet opzettelijk. Gewoon in het duel. Sherida komt altijd snel. Dat moet toch, het aanvoelen. Moet er meteen erbij, dan moet je meteen kijken hoe dat gaat toch. Vrouw Janker niet zo snel als mannen. Als ik mannen vroeger was geweest, dan had hij voor dood op het veld geweest. Ja, dat weten we toch hoe dat gaat. Dat weten we toch, ja. We gaan op weer verder, er is niks aan de hand meer. Vasthouden moet je toch fluiten, Vier. Ja, ze moest je fluiten net. Maar ze doet het niet, maar het wordt wel vastgehouden net. Misschien heeft ze medelijden met Zuren. Ik weet het allemaal niet. Omgekocht. Omkoping, doping. Wel Chinees. Chinees. Waarom gekocht? Kijk, want ik geef je zo een optater. Wel zorg dat je camera grapje in je handen hebt. Hè? Wat een grapje toch, moet dat kunnen. Zeiden ze toen toch? Als de eerste maar eentje in ligt, ja, nog niet. Als de eerste maar eentje in ligt, dan gaat het wel weer. Maar die ene die lukt niet eens. Die lukt niet eens nog. Ze krijgen wel kansen genoeg, maar hij gaat er niet in. En dan zou je zien, dan gaan hun op de counter en dan krijgen hun een kans en die gaat erin. Dat mag niet. Dat is een cornerbal.
Ja, dat bedoel ik maar, Kitty, zei ik toch al. Ik zeg, dan is Ajax de kans genoeg om te scoren, maar die mag er niet. Dan komt de tegenstander. Als je het zelf niet doet, dan komen hun wel. Dan erg, hè? Het is goed dat ze die bal nog met de kop aanraakt, anders dan... Ja, maar daar kun je nu wel over doorzeuren, maar dat heb je nut meer. Ja, wel, maar dat heb toch geen nut meer. Het is toch al gebeurd, die actie. De scheids gaat niet meer omdraaien. Nee, maar misschien is er wel beter op letten. Ja. Dit soort scheids heb je nooit vaak meegemaakt, zulke. We hebben nooit zoveel van die wedstrijden gehad. Ik weet het nog niet eens door. De hele wedstrijd al. Als ik de voetbal kijk, hou maar. Dat is erg toch? Dat is zo'n ding, hè? Dat weet ik wel. Weet ik, vader heeft genoeg geld. Vader heeft veel geld. Wat is jou over? Het is over de 1000 euro kost die of zo, die telefoon. Heb ik gezien met mijn moeder in de mediamarkt. Daar kijk ik niet naar. Over de 1000 euro. Ik kan dat ook niet betalen. Mijn collega zei tegen mij, is een mooi toestel voor jou voor in je zak te doen. Ik zeg, als ik van jou geld krijg, neem ik er een. Koop ik er een. Als mijn vader een beetje gekocht, zegt hij. Mijn collega van mijn werk zegt, mijn vader een beetje gekocht. Ik zeg, je vader heeft geld zat. Mag hij mij eentje geven, zeg ik. Zit je werkt er toch voor, zegt hij. Ja, je hebt ze nog die zo klappen dicht en zo andersom, toch? Twee kanten, toch? Ja, dat allemaal, dat heb ik ook allemaal nog niet. Je komt later wel, als het in de aanbinding weer is. Over een paar jaar, Kitty. Ja, als het niet meer... Dat zien we dan wel weer. Ik ben tevreden wat ik heb. Dat is mooi meegenomen wat ik heb. Meer hoef ik ook niet. Ik hoef ook nooit het nieuwste van het nieuws. Nee, ik ook niet. Ik wacht wel af tot het weer in de aanbinding is. Dan... Komen er wel goed uit, hè? Goeie redding. Goeie redding, hè? Ja. Zeker een goede redding. En daarna goed van Kees. Ja. Dat is het nu met Ajax. Ajax moet zelf doordrukken. Die basis zijn niet goed. Daar moeten ze voor zorgen dat die basis goed zijn. Ja. Ja, lekker Nadine. Lekker uit. Ja, ik krijg ze weer een tik. Schijf, ze hebben het al gezien. Schijf, geluid. Ja, dat schijf ze wel. Nou, ja, nu wel. Dat goede voorzet. Komt er niet eens. Komt er niet eens langs. Deze moet goed vallen. Johanna. Nou ja, gewoon proberen. Ja, ja. Ze komen zelf tegen elkaar. Ze halen zelf tegen elkaar op. Ja, maar ja, dat...
konden ze niks aan doen. Nee, Nadine deed daar ook weinig. Die kwam, nee, Quinty, die deed het goed, die deed het goed. Quinty, die gaf die ene een set. Ja. Dat is gewoon een schouderduw. Ja. Weinig aan de hand, vind ik. De bal wil ze. Vrije trap op duwen. Dat is een beetje flauwekul. Ja, dat vind ik ook. Ik ken het toch zelf even tegen elkaar op. In het duel toch, was toch weinig aan de hand, vond ik. Ja, ik gun er wel een doelpuntje. Zeker weten. Kijk, als ik de bal weer. Dat is ook goed, hè? Ja, ook goed. Vind ik ook goed. Was je nog een EK van jongeren aan je afgekomen? Ja. En dat heeft ze eigenlijk gewoon doorgezet.